En wij wilden eigenlijk die naam, deze praam, vernoemen naar het bootje van Wenen, naar het Zwolse bootje van indertijd, van 100 jaar geleden. Ik wou eigenlijk verzoeken aan onze voorzitter, Ron Hubrechtse, of hij een beetje water wil tappen uit het kanaal. Perfect. Misschien dat jij de wethouder even wil instrueren hoe dit nou precies gaat. Het beste is te mikken op de mensen die achter de touwtjes staan. Dames en heren, het is mij een buitengewoon eer dat ik hier mag staan. Ik zal het niet te lang maken, want de spanning stijgt natuurlijk enorm. Maar ik wil toch de mensen die deze praam terug hebben gehaald naar Almelo een ongelooflijk groot compliment maken. Fantastisch opgeknapt. Ik zag net even dat hij bijna 100 jaar oud is. Dus dat moet een beste klus zijn om hem weer in de vaart te brengen, denk ik. Hij moet nog echt gaan varen. Ik wens u daar natuurlijk ontzettend veel plezier en succes bij. Maar ik wil ook zeggen dat Almelo, het gemeentebestuur, ontzettend fijn vindt dat we weer zoiets moois terug hebben. Hè? Toch draagt heel erg bij aan het nieuwe imago van onze stad, Almelo Waterstad. Doe ik even zo, dat gaat dan beter, hè? Goed. Ja? Ja, maar oké, okay, met de ja, hè? Pas op, hè? Dan gaat ook ooit iets mis, hè, met die dure voortoestellen. Nou, ik wens u een behouden vaart. Wordt daar gevaren. Dat is de bedoeling. Dus woensdagmiddag en vrijdagmiddag vanaf 1:30 kan het daar worden. En we hebben overleg met een tocht heen en terug naar Vriezenveen.